Oké, dit is dan de McDonald's mukman. Oh. Pap, wil je niet in beeld? Zo, je zit niet in beeld. Ja, wel een heel klein beetje. Nee. Mama, jij ook niet. Oh, dit is het beste beeld dat je hebben kan. Ja, jij wil niet in beeld. Hallo, waarom niet? Ja, dat zeg je altijd. Oh, ik wil niet in beeld, hoor ik net. Nee, ja, nu zit je al in beeld. Maar mama, ja? Je zit niet in beeld. Maakt niet uit. Oh ja, nu zie je. Ja, Ella. Je bent gezien. Mukbang betekent wel dat je gezellig moet praten en iets moet vertellen. Dat keuvel ook nog. Ja, waarover? Over dat mislukte feest? Over dat geweldig feest dat we hebben gehad. Nee, het was geen mislukt feestje, maar qua eten wel, want anders hadden we hier gezeten. Ja, dat wel. Want ze had echt gezegd, u hebt geen avondeten. En kaas en worst, maar misschien vreten wij gewoon heel veel, is dat het? Nou, want er was kaas, worst, pittengarnituur. Medium menu, hè? Maar kleintje. En soep. En nootjes. En kaasstengels. Olijven. Olijven. Maar die lust jij niet. Nee, olijven vond ik, ben ik niet meer. Maar als ik het zo opnoem, is het best wel wat. Maar... We hadden al beter kunnen zeggen. Een klein beetje. Je krijgt een hapje, ja. Anders had ik nog even een zak pinda's leeg gegeten of zo. Dat heb je ook gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Hoe kom je daar naar bij? Nou, het is vergeten. Voordat we weggingen? Ja. Nou, misschien een paar. Kon je je gewoon niet meer herinneren? Nee. Kan ik u helpen? Heeft hij de top van geen vreemde? Nee, dat is de leeftijd toch? Heeft hij de top van geen vreemde? Ja, laten we even vertellen over Hidden's avontuur. Vindt hij vast leuk. Maar die garnalen, ja, ze dus wel. Ja. Fijn, hè? Vind je het lekker? Ja, vind ik lekker. Nou, ik moet zeggen, het is lang geleden dat ik zulke verse friet heb gehad bij de Mac. Ze zijn echt gewoon net bijna te heet. Ja, echt, ja, precies. Dat is wel echt lekker. Normaal moet je ook vertellen wat je aan het eten bent. Oh. Nou, garnalen dus. Ik heb nu 2 lange frietjes. En ik had net een paar korte. Ik heb een medium friet. En een Big Mac menu. Oh nee. Een heel scherpe. Ik vind het vaker lekker. Ja, scherpe frietjes? Mm. Ze zijn extra krokant. Die extra krokante frietjes, die waren maar niet zo gek veel vullen. Oh echt? Ik helemaal niet. Dat vind ik juist wel lekker. Ja? Ja. Nee. Ik hou van de harde kant van het leven. Ja, dat is wel waar, ja. Nee? Wat zeg jij die? Terwijl je zelf maar een softie bent. Je bent een softie. Lekker sausje bij de garnalen, man? Een soppie ben je. Een soppie, ja. Sweet chili. Nou, maar we kunnen wel even een momentje nemen, mama, om jou weer even een beetje te promoten. Ja. Doe maar, want ik zit nog maar een paar abonneetjes van 6,50 af. Ja. Nog 6. Oh, heb je gekeken? Nou. Oh. Ik heb hem altijd op mama staan, want abonnees kijken is echt een soort van verslaving voor mij. En al eenmaal nu ik natuurlijk niet werk, want normaal keek ik dan op het werk niet. Werk jij niet? Nee, ik werk niet. Waarom niet? Ja, ze wilden me niet meer. Oh. Ja, mag je dat wel zeggen? Ja. Oh. Ongelooflijk. Ja, dus dat kan allemaal. Moet je dan niet nog een hele vlog maken over wat allemaal is gebeurd? Of heb je nee, ik heb alleen maar gezegd dat het... Voor als je het gemist hebt, dat er een meningsverschil is, want zo noemen zij het. Oké. Er is een meningsverschil. Nou, dat vind ik niet. Vergissing. Wat een flauwjaar. Dat vind ik niet, hoor. Wat mijn moeder zegt, daar heb ik verder geen invloed op. Maar dat ik dus heel vaak check, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dus nu heb ik hem op mama's account staan, zodat ik dan haar heel vaak check. Zodat maar dat doe ik ook al. Daarom zei ik tegen jou, waarom heeft hij nou het wachtwoord veranderd? Nou kan ik het niet meer zien. Toen moest ik overnieuw inloggen, toen moest ik het wachtwoord niet meer. Waarom? Ik weet niet eens een wachtwoord. Nee, wie's kanaal is het eigenlijk? Ja, maar het enige wat jij doet is praten. Ja precies, wat doe jij met je kanaal eigenlijk? Papa doet de rest. Dat is niet erg. Jij bent een ster van de show. Nou moet ik zeggen, de cameraman is wel ook echt heel populair. Stop maar in je kanaal, zeg ik dan. Pap, mijn friet is op. Nu al? Ja, je moet een beetje dooreten. Ja, nee, ik moet er extra lang van genieten. Waarom? Dan heb ik voor jou 1 Big Mac. Oh, lekker. En er zit er nog 1 in. Ja, die is voor jou. Oh, die is voor mij. Lekker. Oh, die bananenmilk zeker. Daar heb ik ook heel zin in. Kijk, dit zijn van die frietjes, die zijn wat harder, dat vind ik echt... Ja, die zijn eigenlijk gewoon mislukt. Ik moet zeggen, ik vind het wel duur, 3 euro voor 4 garnalen, maar ze is wel lekker. Zijn het er maar 4? Ja, het zijn er maar 4. Ja, dat is niet veel. Je had wel een dubbele portie kunnen nemen. Je gaat niet weggooien, hoor. Nee, ja, komt niet dan? Hier. Maar die wil ik. Vind ik zo raar, dan neem je een Big Mac, want er zit dubbel burger tussen en dan haal je er één af. Luister. Ja, dat is lekker dan. Ik heb deze discussie heel vaak met heel veel mensen, totdat ze het zelf doen. Als jij een burger van de Big Mac afhaalt, is die lekkerder. Heel beter in balans. Ja, het klopt gewoon meer. En die burger moet je gewoon aan Boefie geven. Ja, aan de katten of aan papa. Weet je? Ik heb nu een Big Mac met 3 burgers. Ja, jij hebt niks te zeuren. Jij krijgt een extra burger. Oh. Maar jouw burger is helemaal uit balans. Nou, ik hou hem wel in balans hoor. Maar de conclusie is ook wel, het lekkerste aan de Big Mac is de saus. Ja, en die sla, en die kaas. Er hoeft niet zoveel vlees in te zitten. Kijk, het vlees, ik weet niet of het vlees echt heel slechte kwaliteit is, maar... Ze zeggen dat het 100% rundvlees is. Ja, staart is ook rund, hè? Ja, zo heb ik het nooit over nagedacht. Nee? Nee. Wat dacht jij dan? Ik vind hem nu toch iets minder lekker. Wil je de andere burger ook? Nee, maar de saus is wel het lekkerst. Ja. En als je die burger afhaalt, krijgt de saus veel meer dimensie. Ja, dat is een beter balans. Ik ga half om half doen. Half wat? Nou, een halve burger met één laag en halve burger met 3 haren. Nee, je hebt je wampelen gaan staan. Ja, ik kan gewoon. Ja, ik vind het prima. Maar ik heb bijna zin om te douwen straks. Mag jij rijden, douw ik. Heet warm? Nee, maar het begint te slaan. Ja. Ik zag een heel leuk filmpje. Vandaag. Ik weet niet of het gaat. Sophie? Nou, ja? Het is bijna een half jaar geleden dat je gekookt hebt bij mij en dat vond je geen koken, dus misschien wordt dat ook weer. Dat is echt geen half jaar geleden. Nee joh. Dat is wel heel lang. Wel nee joh, hoe lang ben je nu bezig met filmen? 5 maanden. 5 maanden? Ik moet wel zeggen, mam, eerlijk. Ik had niet gedacht dat je het zo lang vol zou houden. Dus ik ben echt heel trots. Nou. Ik vind het zo leuk dat je het doet. Ja, ik ook. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het heel leuk. Nou, maar ook omdat ik gewoon bang was dat je gedemotiveerd zou raken omdat je dan niet meteen de 1000 abonnees hebt. Nou ja, dat is wel, gaat inderdaad trager dan ik had gehoopt. Maar ik moet eerlijk zeggen, de reden dat ik het volhoud is omdat papa alle technische dingen doet. Ik hoef niet te editen en zo. Dat kost wel heel veel tijd. Ja. Vind jij het ook nog leuk, Martin? Wat? Filmen en het editen. Heel lekker. Vind je dit lekker? Ja. Is dit je antwoord op mijn vraag? Wat was jouw vraag? Of ik het lekker vond, toch? Nee, of je het nog leuk vond, het editen. Oh, het stond lekker. Niet waar. Oh. Nee, ik vind het op zich wel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, het is leuk om te doen. De camera die we gebruiken is niet zo fantastisch. Nee. Dus daar wil ik nog een keer wat aan doen. En wat ook wel grappig is, is dat ik nu allerhande dingen bijleer. En aangezien ik van plan ben om zelf nog een cursus online te gaan zetten, waarin ik mezelf film en daar moet ik dan natuurlijk ook mee beeldbewerken doen. Komt dit wel goed uit? Ja, ik zie wel mensen die hele blitse filmpjes maken met allerhande dingen extra erbij enzovoort. Nou. Maar als je dan straks, als het groot geld gaat verdienen, als mama 100.000 abonnees heeft, ja. Is het dan 50-50? Nee, 60-40. 60 voor jou. Ja. Ik heb al het werk gedaan, ze hebben alleen maar gekookt. Dan stop ik morgen. Dan stop ik morgen, zegt ze. Nee, mam, laten we dit vastleggen. Hoeveel procent krijg jij? Is het 50-50? Nou, papa heeft alles geregeld. Die heeft al geregeld dat als ik 1000 heb, dat mensen mij kunnen contacten. Dus ik denk dat ik er helemaal niet aan te pas kom. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen van, ik doe het niet meer. Nee. En wat heeft hij dan voor kanaal? Nee. Nou, dan begin ik mijn eigen kookkanaal, hè. Oh ja. Ik kan ook wel koken. Maar te goed te roken en ik weer koken. Pannenkoeken met Martin. Nee, met Stroop. We hebben wel pannenkoekenmeel, 2 keer. Ja? Ja, er zat pannenkoekenmeel in de box. Ja, heel grappig. Oh, leuk. Ja, dat dacht ik nog. Dat is wat voor jou. Ja, inderdaad. Nee, ik ga voor 50-50. Allebei 10.000 euro per jaar. Zo leuk zijn, hè? Heel leuk zijn. Wat weinig. Maar weet je wat wel heel leuk is, Sophie? Wat weinig. Nou? Ik krijgt heel veel reacties op die winactie. Het is maar een heel kleinigheid. En ze willen het dat paprikapoeder? Nee, het is inmiddels porcinipoeder. Oh, maar ik wil ook paprikapoeder. Oh, dat is goed. Dat is wel eentje. Want het schijnt als je dat over aardappels doet, dat het heel lekker is. Ja, heel lekker, ja. Maar ik heb nog wel een blikje voor jou. Oh, thanks. Want ik wilde het dus kopen, maar toen zei iemand, je moet satékruiden kopen. Dus die had ik gekocht. Nou, was niet te vreten, sorry. Satékruiden over aardappels? Ja. Maar toen zei iemand, je moet barbecuekruiden kopen. We hebben barbecuekruiden gekocht. Dat is ook niet te vreten. Nee, ga dan. Nou, je krijgt wel steeds meer kruiden zo. Ik heb heel veel kruiden in mijn kastje, ik gebruik ze alleen niet. Ik ga ze beter naar mijn moeder meenemen. Die ik heb, die is heel lekker. Die kun je alleen in Spanje kopen. Huh? Oh, die paprikapoeder. Ja. Daarom ben je overgestapt. Maar nu is het dus porcinipoeder. Wat is dat? En er, porcini is gedroogd eekhoorntjesbrood. En dat vermalen ze en dat kun je dan aan je soep toevoegen. Wat is eekhoorntjesbrood? Een paddenstoel. Heb je nog nooit eekhoorntjesbrood gezien? Nee, sorry. Ik was echt even... Je moet een keer wat vroeger opstaan. Moet een keer wat vroeger opstaan? Ja. Wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat zijn elfenbankjes, noemen ze het ook wel. En waar dan die eekhoorns op gaan zitten, dat doen ze meestal 's morgens vroeg. Ze gaan op paddenstoelen zitten? Eekhoorns. Ja, ze eten die. Nou, ik wist hier echt niks van hoor. Daarom heet het eekhoorntjesbrood. Ja. Hallo, wil je niet zo dichtbij komen? Nou, dat scheelde inderdaad weinig. Oké. Dat is een hele bijzondere wat doen ze op die paddenstoel? Eten. Uitrusten. Oh, nee. Jij zit mij in de maling te nemen ook. En ik geloof er ook. Man, ik ken je toch langer dan vandaag? Oh, wat erg. Ah. Ja, die zei vroeger altijd. Dan vertelde hij jou iets. En dan keek je hem aan. En dan keek je daarna naar mij. En dan zei je, nee hè mama. Dus ik was vroeger slimmer dan nu. Dat is ook wat nu zie. Ja, die zit mij wat voor te spotelen. Ik vond het ook al echt stom hoor. Ik dacht al terwijl je het vertelde, ja geloof je het zelf. Maar dan toch ben je zo serieus. Oké, maar het verhaal is dus, het heet eekhoorntjesbrood, want eekhoorns eten die paddenstoelen. Ja. Oh, dat heb ik nooit geweten. Maar die zijn dus ook in Nederland in het wild, alleen wij kennen ze niet zo goed, maar ik heb een vriendin die plukt ze dus gewoon. Langs de rondweg staan ze bijvoorbeeld. Oh, dat mag ik niet zeggen, want dan gaat iedereen ze plukken daar. Heeft iedere stad heel lekker? Ja, wel veel. Oh, nou ja, dan moet je gewoon niet zeggen waar we wonen. Dat doen we niet. Okay. Maar die zijn dus heel lekker en als je die droogt, worden ze nog intenser van smaak. En dat is dus gedroogd en tot poeder vermalen. Dus smaakt dat gewoon naar champignon? Ja, maar veel geconcentreerder. Klinkt als iets wat ik niet lekker vind. Hou je niet van champignon? Ja, ik hou wel van champignons. Maar dan wel als ze zeg maar gewoon door een saus heen zitten, in de pasta. Nou, dat kan met dit ook. Ja. Dan maak je de saus dus net even een beetje aan met wat spul. Ze noemen het umami. Dat is een soort aardse smaak. Het is geen... Het is niet zout. Maar jij hebt een geheime leverancier, toch? Ja. Ja, de umami leverancier. Ik heb nu voor mij een potje weer meegenomen en dat beloof ik dus. Maar pas bij 650. Ja, maar ik heb heel veel mensen die het willen. Is er nog iemand die een servetje wil? Nee, dank u. En op dat aantal abonnees is dat toch veel? Ik ben dan klaar, jij toch ook? Nee, ik moet zeker niet. Nee, ik heb ook nog een cola. Wat zei je man? Sorry. Dat is toch veel op dat aantal abonnees? Zoveel reacties. Ja, maar, nee, maar... sowieso kijk, word je heel goed bekeken hoor man. Ja, de meeste vanavond ook, de meeste keken naar dat. Had je dat niet in de gaten? En ik heb maar dit is gewoon zo'n lekker ding. Ja, het is echt lekker ding. En ik heb geen duimpjes naar beneden, vind ik ook heel fijn. Ja, die heb ik wel heel veel. Iedereen heeft die. Jij bent 125 abonnees kwijtgeraakt met dit gedoe van YouTube. Ja, stom hè? Maar ik heb ze ondertussen wel weer bijna terug. Maar ja, weet je, het is wel beter. Want uiteindelijk... Het doet even... Nee, het doet wel zeer. Maar ja, als die accounts gesloten zijn... Als mensen het niet gebruiken, ze kijken niet. Dan, ja, heb je er ook niks aan. Daar heb ik natuurlijk logisch geen last van. Want ik heb hem nog maar 4,5 maand nu. Maar het is wel zo dat ik anders misschien de 12.000 had gehaald. Ja, maar ja, wat heb je dan? 12.000 mensen en er zijn er al 125 die nooit kijken, want ze hebben gebruik van een account meer. Ja, dat is wel jammer, ja. Dat doet me wel denken. Ik heb 7 accounts, ik heb maar met eentje abonnee bij jou, dus ik kan ervoor zorgen dat je nieuwe abonnees bij krijgt. Ja, dat is ook onzin. Maar dat zijn ook 6 abonnees die niet kijken. Nee, dat is afhankelijk van. Het is net op welk account jij zit. Nee, op welke die staat. Nou, ik vind het wel lief, maar ik heb gewoon voorgenomen dat ze 12.000 in januari gaat gebeuren. Oh. En dan ga ik er een feestje van maken, want dat is een heel goed begin van het nieuwe jaar. Ja, moet het niet dan, gewoon 12.500 zijn? Zo'n feestje hadden we vanavond ook. Dan doen we dan een feestje van 12.500 of iets. Goed, en ik zei dus tegen mij, waarom vieren ze dat? Ik zeg, ja, dat is hier normaal, 12,5 jaar vier je heel vaak. Ik zeg ook, als je getrouwd bent, waarom? Ik zeg, ja, weet ik veel. De helft van 25. Ja, maar ja, wat is dat voor reden, denkt hij dan? Zij vieren 10 jaar. 10 jaar? Ja. Dat doen ze ook wel vaker. Want dat doen ze bij een baas. Ik ben nu 10 jaar bij dit bedrijf. Nee, maar die vrienden van haar deden 10 jaar vieren, relatie. Hmm. Dat doen ze ook wel. Maar bizar hè, hoe weinig er getrouwd waren hè? Maar dat is niet meer van deze tijd. Eentje ging trouwen in... Allemaal geregistreerd, partnerschap, samenlevingscontract. Ja, dat is wel... Maar ja, weet je, trouwen is ook duur hoor. Hoeft niet. Nee, je kan ze duur maken als je zelf wil. Getrouwd zijn is ook heel duur. Trouwen is net zo duur, alleen het feest, ja, daar kun je duur mee maken. Kun je heel even hier tussen komen voor een leuke thumbnail? Kunnen we dit fixen? Dat we ook even zien dat je er echt bent. Nou, wat leuk, dankjewel. Is dat hem, ja? Ja, dat was hem al. Kijk, als ik zo ga kijken, heb ik een enorme onderkin, hè? Daarom heb ik ook mijn jas aan, dan zie je het niet. Oh, dat is een goed idee. Doe hem maar even goed dicht. Maar ja, het is wel leuk om te weten, hoeveel van jullie zijn er getrouwd? Want ik weet dat er best... Van ons, 2. Je moeder en ik. Ik weet dat de grootste leeftijdscategorie die je kijkt is tussen de 20 en de 30. Dus dat is toch wel een leeftijd waarin je een keer gaat trouwen. Meestal. Ja, ik vind het tegenwoordig ook tussen de 30 en de 40. Ik krijg nu allemaal duimpjes naar beneden, maar ik vind het zo'n slap excuus om niet te trouwen omdat je geen geld hebt voor het feest. Dat vind ik echt zo slap. Je kunt een feest maken zo groot en zo klein als je het wilt. Ja. Het hoeft echt niet heel duur te zijn. En als je toch al alles moet regelen met geregistreerd partnerschap. Als je kinderen krijgt en je moet die aangeven en weet ik het niet wat voor toestand. Stond jij erbij? Ga dan gewoon trouwen. Ik stond met het ene, wij stonden met het ene vrouwtje te praten die dus nu 1 kind heeft. En die hadden vanwege dat kind geregistreerd partnerschap aangenomen. En hij moest dus dat kind accepteren als zijn kind. En op het gemeentehuis was het geloof ik. Moest dus al voordat het kind geboren werd moest aangegeven worden welke achternaam of dat het kind zou gaan dragen. En toen zei zij, dat wordt dan zijn achternaam. Want ik heb er zelf een beetje raar achternaam. Dat dus, vond ze. Ik zeg, maar dat moet heel raar zijn. Dan heb je het kind nog in je buik. En dan ga je dan al beslissen, het wordt jouw kind. Dus hij heet niet Hol, zeg maar hij heet Van de Lusgraaf. Ik zeg, dat voelt bijna als je kind weggeeft. Nou, ze zegt precies, zo voelt het. Het is net of geef je baby al weg. Ze moest huilen, ze zei, omdat dat kind heeft een andere naam dan jij. Nou, ik heb toch ook een andere naam dan mama? Hoezo? Nee, ja, mama heet ook Hol. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja. Maar stel je nou voor dat jij een kind zou krijgen, iets wat je zelf 9 maanden draagt. En dan komt het kleine mooie babytje ter wereld. En dan zeg jij, dat jongetje heet Da Silva. Ja, maar ik zou vooral niet zozeer daar een probleem mee hebben. Ik zou een probleem mee hebben dat het feit dat ik het niet ben. Jij het niet bent? Ja. Hoe bedoel je? Nou, mijn kind mag best Silva heten, maar waarom ik dan niet? Ja, ik wil dan ook een Silva. Ja, maar dat is het dan, juist. Maar dat is dus ook een... Zij wilde trouwen. Ja, en daarom trouwen ze nu ook. Nou, maar ja. Ik snap dat wel. Kijk, als je echt per se een heel groot feest wil, dan snap ik wel dat je eerst een partnerschap doet om verder te kunnen sparen. Ja, zoals en de keuze om eerst een huis te kopen en dan pas te trouwen, snap ik ook wel. Want een huis is ook al een hele grote investering. Ja, maar dan van alles regelen en ja, ik bedoel, ga dan gewoon trouwen en dan doe je later dat feest. Wat maakt dat toch uit? Ja, dat kan ook, maar ja. Ja, maar wat zij zei, hè? Want zij hebben dus nu een geregistreerd partnerschap. Ja. Dat is eigenlijk al trouwen. Zij neemt zelfs zijn eigen achternaam aan, ja, dus basically zijn ze... Ja, dat is hidden een dingetje. Ja, maar daar hadden we het over. Ja, maar ik nu wel. Ja, oké. Even voor de duidelijkheid. Ze kan het administratief om laten zetten naar een huwelijk. Dat is 1 telefoontje. Ja. Dus ja. Waar hebben we het over? Nou, eigenlijk zijn ze dus al getrouwd, maar waarom moet je het dan per se trouwen? We gaan ook nog uit eten na die tijd. Ik ben niet uitgenodigd. Zij wil net zo hebben. Oh, nu hebben we het nog steeds over Hidde en. We hebben het nog steeds over Hidde en Suus. Ja, maar die mochten maar. Nee, hij zei heel lief tegen mij: ik kan maar 8 mensen meenemen, dus het kan gewoon niet. Toen zei ik: nou, dan zorg je maar. Ja, jij bent zijn vader. Ja, geloof het wel. Heb je geen bewijs? Nou, hij lijkt wel wat op mij. Ik weet zeker dat het waar is. Ja, dat is makkelijk zeggen bij jou. Hij is bij jou eruit gekomen. Nee, ik weet zeker dat jij de vader bent. Oh ja, dat is moeilijker te zeggen. Ja, ik moet zeggen, Vanavond zei er iemand tegen mij, jij bent geadopteerd. Waarom? Ja, weet ik dus niet. Nou, dat hadden we je pas willen vertellen als je 30 bent. Nee, maar even serieus. Een van die vrienden van Karel zei tegen mij, jij bent geadopteerd. En ik keek hem echt heel raar aan. En toen zei ik tegen mama, mama, hij zegt dat ik geadopteerd ben. Nou. En toen zei mama, dat kan niet, want je lijkt te veel op mij. Ja. Maar dat, waarom zou hij dat zeggen? Dus dat is de enige die ik op beeld heb, schat. Je wil het nooit zien. Nou, maar ja, iedere baby lijkt op elkaar. Nee, misschien hebben je me in het park wel verwisseld met een ander. Jij was echt vanaf het moment dat je geboren werd zo'n mooi kindje. Echt zo'n prachtig kopje zat erop. Ja, echt. Ja, van die grote... Ja. Nou, mooi in de luier, lelijk in de sluier. Nee, bijvoorbeeld, dat is ook niet waar. Rodrigo zei toch ook, die drie kids, de ogen, zei hij, de ogen. Dat was wel wat in de ogen. Toen je een babytje was ook, je had een heel klein rond kopje en van die enorme kolen van ogen zaten erin. Ja, en we hebben allemaal foto's, je ziet het per dag veranderen, dus het kan niet anders dan dat jij dat bent die uit mijn buik komt. Nou, het kan niet anders. Maar waarom zegt hij het dan? Dat is toch raar? Ja, hij vindt dat jij... Jij bent geboren met het handje zo ernaast, toch? Nee, alleen naar boven kijken. Oh ja, jij lag andersom. Ja, precies. Jij keek maar in één keer aan. Ik dacht, hallo, dat is niet de bedoeling, hè? Ik had mezelf nog even willen verbergen. Ja, jij dacht toch dat ik een vent was. Dus... Een meisje! Ja, maar ik vind wel... waarom zou hij dat zeggen? Jij zei iets. Ja, ik denk dat hij dat zei, omdat hij dacht, ze lijkt op niemand. Maar dat is toch ook niet waar? Ja, nee, dat is niet waar. Dan moet je beter kijken. Ja. Maar misschien niet echt heel erg op Hidde of Karel. Dat zou kunnen. Er was ook iemand die zei, nou Hidde kan zo bij de hanos gelopen. Dan geloven ze dat het Karel is. Ik zeg, nou, dat vind ik ook niet hoor. Nee, ik ook niet. Dat is alleen maar de bril waar we naar kijken. Oké. En trouwens, Hidde heeft een hele goede baan. Dus waarom zou hij dat doen? Nou, het slaat nergens op. Karel heeft mij nog geen baan aangeboden. Misschien moet ik eens met Karel gaan praten. Zou je bij de hanos willen werken? Nou, weet ik niet als hij een goede baan voor me heeft. Dat was een hele leuke baan waar ze hem voor gevraagd hebben. Daar zou jij wel geschikt voor zijn. Oh. Hij niet. Alle inkomenslangs. Oh ja, dat heb ik gehoord, ja. Hij heeft het ook niet gedaan. Maar is wel weer gelijk een hele heftige baan, hè? Nee, en bovendien, je bent er wat vlogger in. Ja, dat is ook zo. Dat is ook hartstikke leuk. Wil je nou 12.000 abonnees of niet? Nou, als het even kan, mijn doel... Weet je wat we doen? Nou? We doen wie er het eerst is. Of jij bij de 12.500 of je moeder bij de 1000. 12,5? Degene die wint, waarom geeft de feestje. Waarom moet je er nou weer ineens 500 bovenop gooien? Nou ja, anders is het er. Hoeveel moet je nog? 125? Nee, wel iets meer hoor. Nou, 150. Ja, je moet 350, dus het maakt het nog lastiger. Ik wou juist zeggen, Sophie, dat ik weer een taart ga bakken. Want ik heb ook een taart gebakken bij 2000, dus dan bak ik ook een taart bij 12.000. Dat is leuk. Oké, dus wie als eerste? Mama bij de 1000 en ik bij de 12,5. Ja. Nou, die moet een feestje geven. Ja, feestje geven. Nou, gewoon een taartje halen. Hey! Het is toch een feest? Dat is goed. Ik heb nog taartjes in de koelkast. Nou, hoef je niks te halen. Nee, ik kan gelijk beginnen. Oké, nou, als iedereen even abonneren wil nu vanavond. Ja, maar dan wel op mij en niet op mijn moeder. Dat krijg je dan nu, hè? Hallo. Nee. Oh ja. Martin. Nee, dat is lastig. Sophie, zeg uit beeld. Oké. Is hij leeg of niet? Ja, ik denk het wel. Nou, hij is wel erg lekker. Mama, ben je ook uitgegeten? Ja, schat. Gaan we nog een ijsje halen? Ja, wil je nog een ijsje? Nee. Anders moet hij overgeven. Nou, ik had me toch wel een beetje op dat ijsje ingestoken. Nou, dan haal je een ijsje niet. Ja, niet in mijn eentje. Nou, dat doe ik mee. Oké. Jongens, dit was hem dan. De mukbang. Aangevraagd en wel. Hebben jullie ervan genoten? Wat is een mukbang eigenlijk? Dat je praat terwijl je eet. Dat vind ik heel onbeschoft. Ja, dat is eigenlijk ook. Er zijn ook mensen die vinden het vreselijk hoor. Die zeggen ook van, heb je nou alweer een mukbang? Daar kan ik echt niet naar kijken. Nee. Ja. En maar is dat ook praten met je mond vol? Ja, dat is het. Officieel is het veel. Het komt vanuit de Aziatische cultuur. Die filmen dan hoe ze eten met hun handen en hoe ze ook levende octopussen. Daar komt het een beetje vandaan volgens mij. Maar die Aziaten houden meestal hun monden dicht. Ja, die praten volgens mij niet. Maar misschien is dat gewoon zo naar de blogwereld gegaan. Het is meer een muk dus eigenlijk. En wij hebben een bang, wacht maar. We hebben van de muk naar de bang. Heel erg bedankt voor jullie input. Magnifier. En voor het abonneren. Heel erg bedankt. En dan hoop ik dat jullie ervan genoten hebben. Ja, tot de volgende keer. Dat hopen wij allemaal. Doei.